Mooi. We zijn hier in Drieborg bij de dominee B.J. Aderstraat nummer 6. Dominee B.J. Ader, dat was een dominee in de Tweede Wereldoorlog hier. Maar dat was niet zomaar een dominee. Hij was ook hij zat in het verzet, een verzetsheld. Hij is helaas voor de bevrijding gefusilleerd. Er is wel een boek over hem geschreven, best leuk. Groningen Pastorie in de Storm. Het gebouw hier tegenover is ook nu eigendom van de Stichting Groningen Kerken. Maar daar heeft de weduwe van meneer Ader ook gewoond. En dat is nu een rijksmonument. Dus vanuit het huis wat wij te koop hebben, heb je een mooi uitzicht op dat pand. Leuk huis. Slaapkamer beneden, badkamer beneden. Ooit twee huizen geweest. Grote bergzolder, daar kan je eventueel nog wat van maken. Ja. Beetje herrie van bouwvakkers, maar de woningbouwvereniging gaat daar alles renoveren en duurzaam maken. Leuk rustig dorp, rustig wonen. Ik zou zeggen, neem een kijkje binnenin. En Brandon, hoe gaat het nou zo'n bord plaatsen? Ja, dit is echt een verschrikkelijk dom bord. Recht tijd voor het nieuwe. Jumbo. Oh. Dat is een wildertje, hoor, Noord. Nee. Oh. Top. Nou, 5 minuten later